Ik ben mijn Hogekamp, ik kom uit Wilhelminoord. Maar oorspronkelijk kom ik eigenlijk uit Bosoord. Oh, ik ben Anton Vogelsang. Ja. Ik ben geboren in Wilhelminoord, in de vorige gemeente Westerveld. En nu is het Westerveld, maar het was toen Vledder. Ik ben Annie Bolle. Ik ben geboren op 15 januari 1930 aan de Leemweg in Steggerda. Dat hoorde bij de kolonie Willemsoord, kolonie nummer 6, zei ook wel. Met 5 jaar ging ik naar de lagere school en ik heb de lagere school gebracht tot 8e klas. En toen later, toen heb ik een half jaar thuis en in het voorjaar, maart, ben ik naar de maatschappij gegaan. Eerst moesten we, nou ja, licht werk doen, sterrenbos opruimen en wat naar de tuinmeerschool, wat maaien. Als studenten met vakantie waren, moesten wij erheen te maaien, want de maatschappij en de tuinmeerschool was toen allemaal één, hè. Dus die jongens gingen een week of drie weg, dat gras moest kort gehouden worden, dus wij moesten dat maaien. Ja. De kolonistenwijkmeester Abraham van Anker heeft, eerst bij gelegenheid van zijn huwelijk in 1826, ontdekt dat zijn geboorte te Dordrecht, de 25 december 1802, al dus is ingeschreven geworden Abraham, zoon van Hendrika van der Linden. En zo ben ik aan de naam van der Linden gekomen. Toen is Van den Anker weggevallen eigenlijk. Wij zeiden later al, dit was toch jammer, dan waren we van adel geweest. Ja. Ik ben geboren in Bosoord. En daar ook, naar school gegaan. Dat was bij de toneel, later ook bij de zangvereniging in Bosoord. Bloeiende verenigingen. En dat mijn jeugd helemaal doorgebracht, ook getrouwd in Bosoord. En er zijn ook al de 4 kinderen dan geboren, dat die oudste overleden is dan, maar ja. En mijn ouders woonden ook in Bosoord en die gingen toen hier naar het rusthoord, er was een plekje vrij. Nou, en dan konden wij daar op dat boerderijtje komen. Mijn vader was de jongste van 9 kinderen en mijn vader en moeder zijn erbij ingetrouwd. Toen woonden ze in een koloniehuisje, maar later, dat gebeurde hier ook wel, als je goed oppaste, dan werd er een grotere boerderij gebouwd. En dat is daar bij ons ook gebeurd. Maar dat koloniehuisje is blijven staan, heel veel worden ze afgebroken, want ik ben hier op de kolonieboerderij later getrouwd met Gerard Bolle. Het is ook een kolonieboerderij, maar dat is afgebroken, maar bij ons thuis niet. En mijn vader was ook varkensfokker. En dan had hij in dat koloniehuisje varkens zitten en als hij dan met mijn moeder sprak over van... we moeten van 20 nog een varken slachten. Waar zullen we dat doen? Welke zullen we nemen? Nou, die in het slaapkamertje zit of die op de kelder zit. Nou, dat vonden we allemaal zo mooi. Mijn vader die is hier ook geboren, Wilhelminoord, maar die is 10 jaar in Duitsland geweest. Als melkknecht. Toen die is er geweest van 1900 tot 1910. En toen is hij getrouwd. Gaat het ook te vlug? Oh nee. Toen is hij ook getrouwd. En toen had hij ook een klein bedrijfje hier aan de weg, zie. Het waren allemaal kleine bedrijfjes, hè, en allemaal 2 koetjes. Die zaten hier dan, wij noemden de Van Eemerslaan dan, hè. Dat waren allemaal bedrijfjes en die leeuwen 100 meter uit elkaar. En die hadden een diepte van 300 meter, dus had 3 hectare. En er werd dan, een paar koetjes kon je erop houden. En dan hadden ze wat aardappels en wat bietjes en wat roggen en wat haver. Zie, die werden dan zo'n beetje gekweekt, hè? Je kwam met 6 jaar op school. Nou, er waren gewoon 1, 2 en 3. Nou is het allemaal de basisschool is heel anders. Maar later is hij helemaal, omdat het was een rijksgebouw, hè. Dus, maar toen is er een toneel ingekomen, de middenmuur eruit. En toen was het meer een, klein dorpshuisje, van alles werd er gehouden. Toen was geen school meer. Hey. En als wij dan met de toneel hebben opgericht, en dan stonden ze soms in de vensterbank, zo afgeladen vol. Ja, en met de zangvereniging ook, al we dikke 40 leden. Want mijn vader die wou ook huren, dacht de machine. Mijn vader die was in 1910 en toen waren 11 trouwden. En dan werd het wel eens gezegd, er komt een huisje vrij, ga er naartoe, dan kan je dat misschien krijgen. Nou, hij er naartoe en ik kwam bij de directeur en hij zei, hoe ben je hier gekomen? Hij zei, op mijn benen, hij zei, wegwezen, zei hij.
Hij is weggewezen. Op mijn benen zegt hij. Ja, ik was ook op zijn benen gekomen. Maar ja, dat wou die directeur niet horen. Mijn vader die kwam dan ook van, die is opgegroeid op dezelfde boerderij waar ik ook grootgebracht ben. Daar woonden zijn ouders ook. Maar mijn moeder kwam uit de Blessen. Dus en wij woonden dan wel in Friesland, maar wij spraken net als hier in de kolonie, zoals ik nu ook praat, zo praten we thuis ook allemaal. Ik heb op de katholieke school in Steggerda gezeten, ja. Er werd eigenlijk alleen maar plat gepraat. Wij werden er heel veel mee gepest, dat we eigenwijs waren, omdat wij zo praten. Ja, we werden er echt mee gepest, ja hoor, dat is waar. Maar ja, daar trok nog niks van aan. Nee, dat is toch zo, je praat zoals je praat. En, ja, wij moesten wel altijd beleefd wezen. Wij mochten niet bij de deur komen met een sigaretje aan, hoor. En we moesten altijd wel kloppen en met twee woorden spreken. Ja, dat heb ik wel gedaan. Ik doe het nog wel, hoor. Ja. Ja. Ze werden ook wel opgevoed, hoor, van normen en waarden. Ja. Hij was, als dan, ja, waar kwam de jeugd vroeger eigenlijk nog nergens? He, maar met de kameraad van hem, oh, dan liepen ze wel eens op de weg. He. Als dat tegen 10 uur de zang afgelopen was of zo. En nou ja, zodoende moest ik een vriendin, die ging daar ook heen. En dan praatte die ook net halverwege. He. En dan weer terug en dan hier naar huis. He. Maar ik was niet zo vaak alleen. He. Maar dan was het... Ja, dan zag je vader ook wel eens door. Maar toen ging je in de week toch ook dood weg. Dus, ja, zondagsmiddags of zo. Hè? En dan ging ik wel eens fietsen of zo wat door bij mijn vriendin. En, ja, zo is dat zo'n beetje hè, aan de schadel geraakt, zeggen wij dan. Hè? Toen leefde de jeugd heel anders. En wij hadden ook wel plezier. Ja. Dan gaan ze, ja, als ze was, nou ja, 10 uur thuis. Hè? En ja, als dan ze wat later was, nou, ben je zo lang geweest. Hè? En, maar nou, ik moest mijn vriendin toch een eindje wegbrengen. Ja, we hoorden toch niet zo ver weg. Die had ook wel ander gezelschap. Ach, nee, kattenkwaad. Ja, wat was het? Nee, hier, er was er toen niet zoveel, hè. Ja. Je was s'avonds, wij moesten 's morgens om, toen ik 14 jaar was, moest om 6 uur beginnen, tot s'avonds 6 uur. En dan hadden we om 8:30, hadden we even 's morgens even een stukje eten, en dan een half uurtje. En we konden onder de middag naar huis. En we hadden na de middag van 3:30 tot 4 uur ook weer, maar we moesten tot 6 uur. En zaterdags moesten we ook tot 4 uur. Maar je zou zeggen dat ben een hoop uren, maar dat was dan 52,5 uur. En we kregen een dubbeltje per uur, dus dan weet u wel wat we verdienden. Toen kwam Van Leuzen, hè, die kwam bij ons thuis. Toen was, nou ja, we waren aan het schoonmaken. En nou, ze zei, wat is die dochter van je? Zat hij tegen mijn moeder. Nou, zijn moeder is in huis, in de bed, stil, het wit. Of, ja, toen had je wel eens, ook wel eens van dat behang, van de sterretjes behang. Hè. En nou, hij zei, die wou ook wel even spelen. Nou, moeder die riep me dan dat ik daar weg kwam en hij zei, dus je was druk. Ik zei, ja, het moet gebeuren. He, want moeder was, nou ja, die had wel eens last van reuma en zo. He. En ik zei, wat je dan doen kan? Ja, moet je thuis ook helpen. Nou, en hij zei, maar ik ben, nou, dan zei hij, was op zijn gelders, ik ben bij die vent van Jonge West, zegt hij dan. He. Ik zei, nou, wat was er dan? Hij zei, nou, ik heb een huzie voor jullie. Ik zeg, waar zo? Hij zei, nou, daar en daar in Bosch. Ik zeg, nou, maar daar ga ik niet in. Het had een tijd leeg gestaan en ja. Hij zei, maar het wordt helemaal opgeknapt en dan ben je er wel in. Ik zeg, nou. Ik zeg, zullen we dat zien? Nou, en de timmermannen kwamen erin, een nieuwe zolder erin, een nieuwe vloer is erin gekomen en ik kreeg een keukentje. Nou. Dus, en geen een had een keukentje. En toen kwamen de buren schuin tegenover me, waar nou dan die dagkerming is. Die kwamen, zo had de boer wat aan de kant, ik kwam een koffie drinken. En toen zei ze, oh, zei ze, moet je eens kijken, zet een kleed op de vloer. En ja, en kleedjes voor de deur, hè. Dus, ja, dat was toen heel wat. Ja. Ja. Want ik heb heel veel met mijn vader thuis geholpen op de boerderij, want ik had 3 broers.
En mijn oudste broer wilde trouwen, maar mijn vader kon nog niet stoppen. En die is toen bij de landbouwvoorlichting gaan werken. Mijn tweede broer is veearts geworden. Dat had hij altijd al gezegd en daar heeft hij toen de mogelijkheid voor gehad. En mijn jongste broer zou opvolger worden. En toen had hij de landbouwwinterzorg gedaan. En toen zei hij tegen mijn vader, als ik nou nog moest kiezen, wou ik toch echt geen boer worden. Nou, zei mijn vader, jongen, het is nog niet te laat. En toen is hij naar onderwijs gaan studeren. Nou, en toen moest vader hulp hebben. Nou, en ik kon goed melken dus. En ik hielp overal op het land. En ik heb een schat van de vader gehad. Daar werkte ik heel graag mee. Want ik had al verkering hier met Gerard. En toen kwam Tony Roffelsen. Die kwam er een keer langs fietsen. En die zei s'avonds tegen Gerard, nou, die van jou, die lag er weer in de biedenbouw. Ja. Nou ja, daar ben ik zelf dan. En dat was een weesjongen bij ons thuis, hadden ze vroeger. De maatschappij van vandaag, die sturen dan wel eens weeskinderen. En die is nou verschillende jaar bij ons thuis geweest. En toen was die, nou ja, dat hij een paar centen kon verdienen. En toen eiste zijn vader dat kind weer op. Nou, hij heeft gehuild toen hij wegging. Wij woonden al aan de Vreemdeslaan. En toen kwam hij nog eens met zijn vrouw langs. Hij zei, wat hebben we toen toch een verdriet gehad, toen hij weer weg moest. Hij zei, toen ik geld ging verdienen, kon mijn vader me wel hebben. Maar toen ik in het begin, heb ik ook wel een half jaar stenen geklopt. Zat ik buiten op zo'n stenen te kloppen van stukjes, want ze hadden van die wegen, die waren wat verhard, hè? Dus de Storklaan en hier in de Broekregels hebben wij dan. Daar moest wat hardigheid in en dan moest die grote stenen wat kapot in. Dan moest die stenen kloppen. Ja, we hebben ook een hoop kou geleden. En we deden alles met de hand. Nou is allemaal motorzaag. Hè? Maar wij hadden een directeur, de directeur, die was al een oude man, maar die zegt, ja, een motorzaag, zei hij, dat is zo gevaarlijk. En want 's morgens moet je eerst je schoen aandoen, zegt hij. Je moet een broek aan hebben, je moet dit aan hebben. En dan is het wat schaft, zegt hij. We beginnen maar niet met een motorzaag. Maar ja, later kwam de heide mee, ja, en die hadden ze wel natuurlijk. We hebben wel altijd wat slim ouderwets gewerkt. Ja, alles was gewoon voor de maatschappij. Ja. En eerst, nooit heb ik ook onder de koeien gezeten hoor. Ja. Het melkmachine had je. Ja, die was er wel, maar dat kon nog niet. Met de tijd hebben we wel hier gekregen. Ja, nou, en toen een paard. Nou, een man is nog van alles geweest, ook bij de begrafenisvereniging. Hij was secretaris, hij was lijkrijder. Met paard nog voor de ouderwetse lijkwagen. Ja, dat is. Hij was graafgraver. Hij was drager. Hij deed van alles. Dit is Leida Regarda Franken, geboren 4-6-1824 te Frederikshoor. Overleden 27-12-1904 te Frederikshoor. Ze was gehuwd met Johannes B. Roffelsen. Het was de grootmoeder van mijn man, want Gerrit zijn grootvader was getrouwd met een Roffelsen. Met Alida Roffelsen. We hadden een directeur, en maar ik was veel oude directeur. Nou ja, ik heb er dan drie meegemaakt, maar één was nog jong. Die kwam uit dienst en dat was de heer Van Leenhof. En die kwam hier in 1941, hij was sergeant-major in dienst. En die kwam hier en die zegt, jongens, jullie moeten allemaal wat leren. En toen had hij een landbouwcursus gedaan en ik heb een boomteeltcursus en een fruitteeltcursus en een aardappelselectie. Die kwam uit Assen van de DLG, Drent Landgenootschap, hij toen nog. En dat had geduurd tot de streekverbetering in de Ruifelenkaveling kwam en toen is alles wat gezakt. Ja, die woonde hier in Wilhelminoord en daar zijn we eerst tijdelijk bij ingetrouwd. Want daar was een gehandicapte zoon in huis, die was lichamelijk en geestelijk gehandicapt en die... En dan zou mijn schoonvader van de boerderij afgaan, maar die was die inde de contributie voor het ziekenfonds van toen van de maatschappij. Dus die kon daar wat van bestaan. En zouden wij van dat kleine boerderijtje moeten bestaan, waar mijn schoonvader dan eigenlijk dubbel inkomen had.
Die woonde toen ook in, had een koloniehuisje gestaan, maar die woonde toen ook in een kolonieboerderij. Dezelfde kolonieboerderij als waar ik in Steggerda in geboren ben. Ik waardeer de maatschappij wel hoor, met het leren. En die cursus hoorden wij, betaalde de maatschappij ook voor ons. Wat het kostte, was niet zoveel toen in die tijd, maar dat hoorden we ook niet te betalen, nee. Maar wel als ik wegging met fietsen, ja, ik moest wel, ik kreeg niks voor de fiets vergoed. Als ik naar de Ruwende Wold ging, nee, ik kreeg niks voor de fiets. Maar ja. We hebben wel een contract met de maatschappij gehad. En alles was altijd goed. Ja. Dat. Toen was het kantoor nog op de hoek. Daar wat nou is niet. En je naar verder draait net in die bocht. Ja. En dan zeg ik, ja, we hebben altijd met plezier in de maatschappij. Tot nog toe. Hè? Ja. We hebben nooit geen woorden gehad met geen eten ooit. Nee. Wij zijn in 1956 getrouwd en in 1970, toen zei meneer Wessels, de toenmalige directeur, maar wij konden er eigenlijk niet van bestaan. Ja, maar mijn schoonvader had het ziekenfonds erbij. En toen zei hij van, nou, eigenlijk moet de boerderij in de sanering. Maar ja, daar hadden wij niet zoveel aan, want het land was aan de maatschappij en dat ging dan, nou ja, dat werd uitgekeerd per hectare. Wij kregen een eenmalig bedrag, maar dat was niet zo hoog. En toen is Gerrit een jaar naar de vakschool voor volwassenen geweest in Zwolle. Toen heeft hij timmervak geleerd en dat vond hij heerlijk. Hij zei, dat had ik altijd wel willen doen. En we kweekten ook beuken en eiken, maar ook allemaal van zaad, zie. Eiken zochten we, beukennoten zochten we en daar. Die werden dan geplant en dan, ja, dat duurde wel eventjes voordat je zo'n boom klaar was. Dat duurde ongeveer 10 jaar voordat zo'n boom eigenlijk geplant kon worden aan de weg. Ja, Oosterwolde, daar zijn we ook geweest, de weg Oosterwolde-Veenhuis, zeg, misschien die dat ook wel weet. Die eiken hebben wij ook geplant in 1950. Dan gingen we 's morgens vanaf Frederikshout het hotel op de fiets naar, in de basistijd naar Oosterwolde. En de avondtijd moesten wij rijden, dan waren we thuis met 6:30. Wij hebben die jaar naar onder de maatschappij boer waren toch echt met plezier, ja. Ja, en er werd wel eens gezegd van vroeger, van, dan kom ik weer terug op mijn vader. Ja, je moest vroeger met de pet in de hand staan en je moest vroeger. Maar kijk, dat is allemaal in de loop van de jaren veranderd. Wij hadden een boerderij met een kamer en een keuken en een klein portaaltje voor. En dat kleine portaaltje, dat gebruikte mijn moeder voor haar naaien en verstelwerk. Maar als de dokter kwam, dan moest alles in de bed steken, want de dokter moest door de voordeur. De pastoor moest door de voordeur. En ze waren weg en alles werd weer teruggebracht. En nou komt de dokter door de achterdeur en de pastoor komt door de achterdeur. Ik bedoel, het is nu ook allemaal anders geworden. Je hoeft nu ook niet meer met je petje in de hand te staan. Nee, dat is toch zo? Mag ik even nagaan? Ja, 83, 47 dienstjaren, ja. Ja. Je ging niet weg. Ik heb hem weggekend, maar och, ik was niet getrouwd nog en ik vond het hier wel goed, ja. Ik vind die maatschappij, die heeft goede dingen gedaan. Ik zweer bij de maatschappij, ja. Nou niet bij de laatste jaren niet, maar wel bij vroeger, ja. Zweer ik bij de maatschappij, ja. Ja. Nou, we hebben 34 jaar daar gewoond. In 92 zijn we hierheen gegaan. Toen kwam dit leeg, ook door een sterfgeval. En die buurman, we wisten al de hele tijd dat we wel op een lijst stonden al. En die hiernaast woonde, en die zegt, nou, ze is ook vannacht overleden. Ik zei, oh, ik zei eerst maar niks. Maar ik ging naar mijn man toe, die was op een stal aan het werk. Ik zei, nou, zo. Hij zei, nou, ga de boel maar inpakken. Rustort 1. Bejaarde rustort. Eerste rustort, nou ja, voor oude mensen. We zijn in de maatschappij opgegroeid. En nog. Ja.